Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij uitzending 1269. We lezen en bespreken vandaag het tweede gedeelte van Openbaring 14. Het lam, Christus, staat in dit visioen als overwinnaar op de Berg Sion en is vergezaald van een grote menigte, een groep van 144.000. In tegenstelling tot de inopenbaring 13 genoemde volgelingen van het beest, die het merkteken van het beest aan hun rechterhand of voorhoofd hebben, zijn de genoemde 144.000 vrijgekocht. Zij zijn de eerste oogst voor God en het lam. De vorige uitzending sloten we af met de verschijning van de eerste van zeven andere engelen. Hij kwam een eeuwig evangelie brengen. Het is goed nieuws voor wie Gods kinderen zijn, maar het is slecht nieuws voor de ongelovigen. De boodschap is vrees God en geef hem eer want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. We gaan nu verder met de volgende engel. Openbaring 14, vers 8. En een andere engel volgde, die zei, Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken. We hebben het er in een vorige aflevering al eens over gehad. Babylon is Satans hoofdkwartier geweest vanaf het allereerste begin. Babylon is de plaats waar afgoderij begon. Ik wil er nog iets aan toevoegen. Semiramis was de vrouw van Nimrod. Sommige geleerden denken dat zij zijn moeder was en dat zij met haar eigen zoon trouwde. Zij was koningin van Babel, wat later Babylon werd. En ze verzon een aardig verhaaltje waarmee ze een heel stelsel van afgoderij begon. Ze vertelde dat ze uit een ei kwam in de rivier de Eufraat. Ze brak de schaal en stapte geheel volwassen eruit. Het letterlijke historische Babylon was al ten tijde van het Oude Testament toonbeeld van een decadente, antigodelijke wereldmacht. Het Griekse woord voor Babylon is afgeleid van het Akkadisch woord dat de poort van God of de Poort der Goden betekent. In het Hebreeuws werd het door middel van een klankspeling met verwarring weergegeven. Babylon of Babel kan zowel de stad als het land aanduiden. Het was in de tijd van het Oude Testament een van de grote wereldrijken. Het werd en was voor het Joodse volk in de eerste plaats en vooral het verbanningsoord. In de bijbelboeken van Jesaja en Jeremia is Babylon het symbool bij uitstek van een decadente, antigoddelijke wereldmacht. Het kan zijn heerschappij alleen maar uitvoeren omdat God het als een instrument gebruikt om er zijn volk mee aan te pakken. Maar de ondergang van Babel is onvermijdelijk omdat het zich tegen God verheft en van mening is onoverwinnelijk te zijn. Afgezien van de verwijzingen naar de Babylonische ballingschap komt de naam Babylon in het Nieuw Testament alleen voor in het Bijbelboek Openbaring en in 1 Petrus 5, vers 13. In het Bijbelboek Openbaring is Babylon een symbolische aanduiding voor de stad Rome. Babylon of Rome wordt ook vergeleken met een Hoer. In Openbaring 17, vers 5 staat: Het grote Babylon, de moeder van de Hoeren en van de gruwelen van de aarde. Babylon maakt zich schuldig aan vredevervolging vervolging van gelovigen. En occulte praktijken. Babylon is de grote tegenhanger van het hemelse Jeruzalem dat uit de hemel naar beneden komt. De beschrijving van Babylon vertoont alle kenmerken van het toenmalige Rome, dat als het ware model staat voor de stad van de Antichrist en de eindtijd. In de tijd van Johannes was Babylon een gangbare symbolische aanduiding van Rome. Maar er komt een oordeel over Babylon. We zullen lezen over een oordeel over religieus Babylon in hoofdstuk 17 en een oordeel over commercieel Babylon in hoofdstuk 18. Zij is gevallen, zij is gevallen. Babylon, de grote stad. Deze tweede engel kondigt dat wat nog zal komen, aan alsof het al gebeurd is. Met andere woorden, Gods profetische woord is zo zeker dat hij spreekt alsof de gebeurtenis al heeft plaatsgevonden. Die is net zo zeker alsof die al geschiedenis was. De oorzaak van haar val is dat zij al de volken heeft meegesleurd in haar hoererij. We zullen hierbij niet zozeer moeten denken aan hoerij in letterlijke zin, maar eerder aan afgoderij. Openbaring 14, versen 9 tot en met 12. En een derde engel volgde hem, die met een luide stem zei, Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Deze engel spreekt tot een groep mensen die de geboden van God houden, de Oud-testamentische Wet. De Schrift vertaalt ons dat offers zullen worden gebracht tijdens de grote verdrukking, en zelfs tot in het Duizendjarig Rijk. Dit gedeelte maakt duidelijk dat niemand een neutrale positie kan innemen tijdens deze intense periode onder het beest. Ook vandaag al zien we christenen die voor de ethiek van de tijd zwechten. In hoofdstuk 13 zagen we dat het vreselijke alternatief voor weigeren om het merk van het beest te ontvangen de hongersdood was. Aan de andere kant haalt de persoon die het merk ontvangt de toon van God over zich heen. De wijn van de toon van God is een beeldspraak die van het Oude Testament is overgenomen. In Psalm 75, vers 9 lezen we. Want in de hand van de Heere is een beker. Daarin schuimt de wijn, overvloedig gekruid. Hij schenkt eruit. Zelfs zijn droesem moeten alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken. De Oud-Testamentische profeten pakten dat thema op. Ze zagen de beker van de toorn vullen tot aan de rand. God was geduldig en liet de mens maar doorgaan in zonde. Maar toen de beker van de toorn vol was, drukte God die aan de lippen van een goddeloze maatschappij. Opstandige mensen bleven dit opbouwen totdat het oordeel moest losbreken. Of het gepeinigd worden in vuur en zwavel letterlijk bedoeld is, weet ik niet. Maar als het een symbool is, denk eraan dat het symbool wordt gebruikt om een vage vertegenwoordiging van het ware te geven. De realiteit kan veel erger zijn dan het symbool aanduidt. Maar herinner je dat de zwavel van Sodom wel letterlijk was? Dat is een feit waar je in je gedachten over moet doordenken als je een letterlijke haal wilt verwerpen. Je moet in deze passage opmerken dat de hel voor Christus en de heilige engelen zichtbaar is. Er staat niet dat de hel zichtbaar is voor de 24 oudsten. Moeten we daaruit concluderen dat de kerk niet weet wat er op de aarde plaatsvindt? Ik ben geneigd te geloven dat de kerk niet zal zien wat er op aarde plaatsvindt tijdens de periode van de grote verdrukking, maar Christus en de heilige engelen zullen het zeker zien. Al wat Gods kinderen in deze periode kunnen doen, is standvastig zijn en wachten op de komst van Christus. Onze Heere zei, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Alles wat zij kunnen doen, is wachten tot de storm voorbij is. En dat is wat zij zullen doen tijdens de grote verdrukking. Openbaring 14, vers 13 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, Schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Kennelijk zullen veel van Gods verdrukkingsheiligen, zowel van de 144.000 als van het ontelbare aantal heidenen dat in die tijd zal worden gered, hun leven voor Christus neerleggen. Ze zullen martelaren worden. In de tijd van de grote verdrukking zal het beter zijn te sterven dan te leven. In die tijd zal dit vers troost en zekerheid geven. Ze zullen rust hebben van hun leed en hun werken zullen hen volgen en de Heer zal ze belonen. Voor de meesten van ons is het onnatuurlijk om te wensen te sterven. Maar in de grote verdrukking zal het een heel ander verhaal zijn. Velen zullen wachten in geduld en in leed. Als ze martelaar worden, zal hij ze belonen voor hun trouw aan hem. En hun werken volgen met hen. Dit laat zien dat zij bovendien zullen beloond worden voor hun trouw, geduld en werken in deze periode. God raadt niemand vanwege zijn werken, maar hij beloont ons wel voor onze werken. Onze werken, goed of slecht, zullen ons volgen naar de rechterstoel van Christus. Openbaring 14, vers 14: En ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk zat iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Johannes benadrukt dat hij niet alleen een hoorder, maar ook een toeschouwer is. Het gaat ook hier om de Heer Jezus Christus. De wolk is een kenmerk ter identificatie, want in Matthäus 24, vers 30 staat: En dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. De gouden kroon op zijn hoofd bevestigt verder dat het om de Heer Jezus Christus gaat. Hij is de held van het boek Openbaring. En we hebben dit boek nodig om een waar beeld van hem te krijgen. Hij wordt gezien als koning, niet als profeet of priester. Zijn ambt als koning is altijd verbonden met zijn terugkeer naar de aarde. Een scherpe sikkel bevestigt dit... En spreekt van het oordeel over de goddelozen. Openbaring 14, versen 15 en 16. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat: Zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen. Omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. Het zenden van de sikkel en het oogsten verwijzen naar het oordeel over mensen op de aarde. In Matthäus 13, versen 40 tot en met 42, lezen we: Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de volleinding van deze wereld. De zoon des zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Er zal een oogst zijn op een dag, maar die zal komen aan het eind van deze tijd. Jij en ik moeten niet oogsten. Onze taak is om het zaad te zaaien. Dat is de reden dat wij ons geen zorgen moeten maken over het resultaat. Wij moeten ons geen zorgen maken over het aantal mensen dat zich bekeren door onze bediening. Christus is degene die zal oogsten aan het eind van deze tijd. Openbaring 14, versen 17 en 18: En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is. En ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. Dit levende gebeeld is niet van Christus bij zijn eerste komst, maar van Christus als gij terugkeert in oordeel. Het is absoluut schrikwekkend. Het is niet te verwonderen dat de mensen van deze aarde tot de rotsen zullen roepen om op hen te vallen en ze te verbergen voor de toorn van het lam. Dit zal het droeve einde zijn van de beschaving die bij de toren van Babel een actieve opstand tegen God vertoonde. Een opstand die als een machtig crescendo zijn zin is toegenomen en in al zijn woede zal losbreken tijdens de periode van de grote verdrukking. Zoals we zullen zien, als we bij hoofdstuk 19 komen, zal Christus, als hij komt, die opstand tegen God neerslaan. Ten einde zijn koninkrijk hier op de aarde te vestigen. Hij zal, in de taal van psalm 2, over hen heersen met een ijzeren vuist, en hen verbrijzelen alsof het potten van aardewerk zijn. Je ziet wel, de lieve Jezus die nog geen vlieg zou doodslaan, die ook vandaag dikwijls zo wordt voorgesteld, is zeker niet de Jezus van het woord van God. De Here Jezus Christus is de verlosser van de wereld, maar hij is ook de rechter van de wereld. Als je niet zijn bloed, dat voor jou vergoten werd, aanneemt, dan zal, als de periode van de grote verdrukking tijdens jouw leven komt, jouw bloed worden vergoten. Zoals een rijpe druif wordt fijngestampt. En het sap in elke richting spuit, zo zal de kleine mens vallen in het vat van Gods oordeel. Openbaring 14, vers 19 en 20. En de engel zond zijn sikkel op de aarde, en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. De mensheid heeft hem verworpen, de zoon van God onder de voet gelopen en het bloed van het verbond gerekend als iets onheiligs. Als God rechtvaardig is, en hij is dat, zal er oordeel zijn. Iedereen moet dit horen. Velen deinzen terug voor de gedachte dat God zijn volk zal toetsen met de verdrukking, of dat hij lijden zou gebruiken om de kerk te helpen zich als een bruid voor Christus gereed te maken. Zoals ik reeds zei, geloven wij met door de Bijbel dat de kerk niet door de periode van de grote verdrukking gaat, maar we gaan door de kleine verdrukking. Wij allen hebben moeite en beproevingen en ik ken geen christen die geen problemen en moeilijkheden heeft. Wij mogen daarbij in gedachten houden wat staat in Romeinen 8 versen 28 en 29, namelijk En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren kent heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.tbr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.